De dierenarts zei dat ze Selma moesten laten inslapen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een storytime voor jullie. En deze storytime gaat over Selma. Nou, meestal van jullie kennen Selma wel. En de grootste vraag is dus van jullie uit, waarom was Selma zo mager? Dat ga ik dus allemaal vertellen. Ik zal bij het begin beginnen. Voordat Selma bij ons kwam, heeft iemand haar een jaar gehad. Toen Selma dus net bij haar kwam, heeft Selma een klap tegen haar kaak gehad. En heeft daarbij haar kaak gebroken gehad. En de dierenarts zei dat ze Selma moesten laten inslapen en dat het gewoon niet meer te genezen was. Maar de oude eigenaar zag er nog gewoon zo veel leven in. En ze kon Selma echt niet laten inslapen. Dus Selma is dag en nacht op wei geweest. En het was echt een hele nare breuk. Dus ze heeft ervoor gekozen om niet in te laten slapen. En na 9 maanden was Selma weer zo happy. En ze hebben opnieuw foto's laten maken. En de dierenarts zei echt, het is echt een wonderpaard. Dit kan normaal nooit genezen. En het was dus helemaal genezen. Je zag niet meer waar de bakbreuk was. Daar ben ik echt super blij mee. De meeste mensen vragen dus wat er nou is met Selma gebeurd. En ja. De oude eigenaars hebben nooit vernomen om foto's te maken van Selma. Niet de oude eigenaars, maar de oude eigenaars. Hebben nooit vernomen om foto's te laten maken van Selma's benen. Selma liep nooit echt goed, maar ze hebben er gewoon ijsjes onder gedaan. En dat verholp het probleem elke keer eigenlijk. Toen Selma bij ons kwam en dus wat meer aan het werk ging, kwamen we erachter dat Selma elke keer net niet rat was. Dus goed liep. En de ene keer wel, de andere keer weer niet. Dus we hebben foto's laten maken van Selma's benen. Van haar rug, van haar hals, van haar nek. En nou ja, we wilden wel heel graag weten wat er nou precies met Selma aan de hand was. Dus we hebben foto's laten maken bij onze dierenarts Arthur. En daaruit kwam dus dat Selma een chronische blessure aan haar banden heeft. Dat betekent dus dat de blessure elke keer weer opspeelt. Dus daar komt het van dat ze ene keer wel goed loopt, de andere keer niet. En heel veel mensen die dachten van ja, maar waarom rijden jullie hem nog wel? Wij hebben advies gekregen van de dierenarts om hem niet te adopteren als rijpaard te doen. Of alleen als wandelmaatje, aangezien de mensen heel snel gaan overbelasten. Als je dat krijgt, krijg je heel last van haar blessure en dan kun je haar in laten slapen. Dus dan heb ik haar weggedaan als niet in intentie als rijpaard. Als een klein drafje kan, prima. Ja, het maakt mij niet uit, maar als ze maar niet overbelast wordt. Kijk, af en toe stappen vindt ze leuk, maar het harde werk hoeft ze echt niet meer. Want dat is gewoon niet goed, want ze heeft een chronische blessure. En ze is best wel een hard paard, dus ze laat nooit merken wanneer ze pijn heeft. Totdat ze kreupel begint te lopen. Ook daarvoor heeft Selma een ongeluk gehad in het trailer bij de oude eigenaar. Selma is door de, ik heb er foto's van gezien, door de onderkant van de trailer gezakt. Ze had een trailer gehuurd, maar die bleek dus niet goed te zijn. En daardoor heeft ze ook een heel erg trauma aan de trailer. Want ze piaffeert de hele tijd op de trailer en op de vrachtwagen omdat ze het gewoon heel erg eng vindt. Maar dat is gebeurd omdat Selma is gevallen in de trailer en toen heeft ze alles kapot getrapt. En ja, dat kwam omdat na de kliniek voor haar kaak, toen ze haar kaak gebroken had, zei de dierenarts van ah, hij kan wel mee. Dus ze hebben hem meegenomen naar huis en toen is hij gevallen. Dus dat was weer een extra ding. En nou ja, Selma, heel veel mensen die vroegen zich af van waarom is Selma teruggekomen? Selma is teruggekomen om de volgende reden. De mevrouw had allemaal onzin dingen verzonnen wat Selma allemaal wel niet had. En dat hij klopte, dat was een Belgische term, dat hij tegen de deur aansloeg. En waar dus helemaal niks van waar was. En we hebben dus ook... ze hebben dus ook foto's laten maken van het been, want ze liep niet goed, zeiden ze. En we hebben dus maar 1 foto gekregen. En ze zei, ja, daarop is artrose te zien. Maar er was helemaal geen artrose te zien. Onze dierenarts laten zien. En die zei, er is geen artrose te zien. Dus heel raar. En ze had een maagzweer, zeiden ze. Maar toen vroegen we de nota en de dierenarts kosten van... van de maagsfeer, van dat je naar binnen gaat kijken wat dan moet met de maagsfeer.
Maar dat heeft ze ook niet gestuurd, want ik kon ze niet vinden. En ze wou heel graag haar geld terug. En toen hebben we gezegd van ja, sorry mevrouw, maar dat doet mij niet aan aangezien. Ze heeft geen artrose, u heeft dat 2 maanden gehad. En ze kwam gewoon echt heel mager weer terug. En dat jongens, dat is de reden waarom Selma dus zo mager is. Selma was al heel moeilijk op stand te houden qua lichamelijk. Ze was heel moeilijk dik te houden. En die mevrouw is het toch niet zo goed voor geweest, schijnbaar. Het is echt het eerste paal wat we hebben gehad. Maar gelukkig kwamen we erachter en we hebben foto's gevraagd. Toen zagen we dat ze mager was. En toen wou ze hem ook terug doen. En ja, toen zouden ze tevreden komen, schrokken we best wel. En daarom is Selma dus zo mager. Selma heeft al heel veel moeite met, als ze stress heeft, valt ze ook heel veel af. En ze heeft de komende weken en maanden heeft ze best wel veel stress gehad. Vandaar dat ze ook afvalt. Nou ja, Selma was weer een beetje op gewicht. En Selma heeft nu echt een supergoed leven bij een mevrouw. Die mevrouw zit in een rolstoel en ze heeft nog 2 andere paarden. En ze hebben een paddock paradise in België met heel veel grond. En Selma gaat dan met een klein kindje van 7 af en toe stappen. En verder mag Selma lekker van haar oude dag genieten. En gewoon lekker paard zijn en geen verplichtingen, helemaal niks. En ze kan haar lekker haar oude dag slijten. Ze krijgt gewoon allemaal dingen bijgevoerd. Ze heeft allemaal speciale dingen voor haarzelf. Ze hebben slow feeders opgehangen voor haar. Zodat ze niet zo snel eet. In verband met de maagzweren die ze kan oplopen of heeft gehad. Dat weten we niet zeker dus. Dus die mensen hebben overal rekening mee gehouden. En dat vind ik echt super fijn. Want dan weet je echt wel dat ze goed terechtkomt. En we hebben haar zelf gebracht. En ja, het zag er allemaal goed uit. De paarden waren lekker vol. En ja, Selma kan geen beter thuis wensen dan dit. Want ze zijn hier zo verschrikkelijk goed met de paarden. Die mevrouw in de rolstoel, die gaat ook een cursus volgen. Om de paarden om te leren gaan met de rolstoel. Dat zij ook met de paarden kan wandelen en dat ze kan poetsen. En haar rolstoel kan ook omhoog. Dus dan kan ze lekker poetsen en... Het is echt geweldig voor Selma. Dus daar ben ik echt super blij mee dat dat allemaal kan. En dat we nog echt een goed thuis voor Selma hebben kunnen vinden. Want het is soms moeilijk voor paarden die niet meer kunnen bereiden. En dat is ons grootste probleem. En dat gaan we nu proberen met Vicky. Dus we zien het of het goed lukt. En nou ja, dit was een beetje een storytime over Selma. Ik had samengevoegd. Anders had ik geen video voor vandaag eigenlijk. Dus in ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog even een blauw duimpje. Doeg!